Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een mooie ontvangst. Lekker, hè? Nou, zeker. Mijn moeder. Goedemorgen, heren. Wie zijn jullie? Mijn naam is Jan Meerman. En jij bent? Ik ben Cor Groenewoud. En wat brengt jullie op deze boottocht? Wat gaan we doen? We gaan een stukje het Markermeer op om de start van de tweede dag van de Jan Haring Race bij te wonen. De start is een spectaculair onderdeel en daar hopen dat de mensen ervan genieten. Het zijn de sponsors die we aan boord hebben en die doen we op deze manier wat terug voor al het financiën die ze ons gunnen. Ja, want dat zijn natuurlijk een hele belangrijke groep, de sponsoren. En wat brengt jou hier? Nou, als voorzitter van de Jan Haring of van de Stichting Monnikendammer Hartzeildagen organiseren wij dit evenement met vereende krachten, met een nieuw bestuur, een nieuwe penningmeester en nieuwe mensen die het visrook hebben opgenomen. Organiseren we dit weekend samen met de zeilvereniging van Monnikendam. Het is een nieuw bestuur, zeg je. Sinds wanneer zijn jullie actief geworden? Vorig jaar zijn we al actief geworden, maar toen nog niet officieel. En dit jaar is het officieel als nieuw bestuur zijn we actief geworden. En hoe lang zijn de voorbereidingen geweest voor deze drie dagen? Dat begint eigenlijk alweer nadat de Jan Haring Race is afgelopen. Dan gaan we alweer lobbyen en werken aan nieuwe plannen en nieuwe ideeën. En dan één keer in de maand dan vergaderen we. Ja, dus het is eigenlijk een continue beweging die jullie maken hier. Wij zijn het enige PTU-mobiel wat goed werkt. En hoeveelste keer vindt de Jan Haring Race plaats dit jaar? Welke editie is dit? Dit is de 23e editie voor het zeilen. En een jubileum voor het roken, dat is nu voor het 20e jaar. Vandaar dat we ook op onze shirts een 20 hebben afgebeeld in de vorm van palingen. Ja, en hoeveel edities ben je er zelf bij geweest? Nou, als actief roker een aantal jaren. En de laatste twee jaar, dit jaar, vorig jaar, dan komt dat er niet helemaal meer van als je met de organisatie bezig bent. Ja, want het is natuurlijk heel veel werk achter de schermen wat de mensen die gezellig feest staan te vieren niet altijd zien. Zo is het met elk evenement, ja. Maar het wordt wel zeer gewaardeerd, is het niet? Een en al enthousiasme, dat zeker. Ja. Het weer zit ontzettend mee dit weekend? Tot nu toe zit het zeker mee, ja, absoluut. En wat is het programma voor de rest van de dag? Kun je daar iets over vertellen? Het programma voor de rest van de dag? Nou, dat is natuurlijk vandaag met de sponsorboot op stap. Aangeboden door de Marken Express. Dan is er een rookwedstrijd vandaag. En dan is de tweede zeildag van de wedstrijd om de Jan Haring Race titel. En dan hebben we om 16:30, volgens mij, hebben we de prijsuitreiking van de rokers. En om 18:00 hebben we de prijsuitslag van de zeilevenement. Dus dan is het voor ons, daarna is het sluis. Nog een hele fijne, mooie, lange dag gewenst. Dankjewel. Jullie ook. Dankjewel. Goeiedag allemaal. Als je hier naartoe fietst op zondagmorgen om 22:00 en je zegt tegen elkaar hoe druk zal het worden. En je zegt nou, als er 25 mensen zijn, dan lijkt het me wat op zondagochtend. Bedankt dat jullie er allemaal zijn. Hartstikke leuk. Die petjes die staan hartstikke goed. Dat zal je straks waarschijnlijk op alle foto's wel zien. Waarom zijn we hier? Natuurlijk is al jarenlang het Jan Haring weekend en de Jan Haring race een fantastisch evenement. Vanuit de historie heeft de ondernemersvereniging uiteindelijk dit jaar voor het eerst de afspraken afgerond die we te maken hebben met de sponsoring die we graag willen bieden. En als ondernemersvereniging Waterland hebben we op die manier ook graag een blijk van waardering gegeven, zodat het vernieuwde bestuur van de organisatie in ieder geval jarenlang weet dat ze op ons kunnen rekenen. En we zullen dat ook netjes elk jaar evalueren, maar wel met de intentie om dat voor jarenlang vast te leggen. Omdat jullie daar als leden met elkaar een bijdrage aan leveren, hebben we uiteindelijk gevraagd aan de organisatie om een soort tekengeld of iets dergelijks te geven. We lazen wel eens wat dat gebruikelijk is als je meerjarencontracten sluit. En uiteindelijk heeft de organisatie van de Jan Haring Race het besturen van ons twee leuke aanbiedingen gedaan. We hebben afgelopen donderdag zalig haring gekregen tijdens de zomerborrel. En het tweede is dat ze het wel eens leuk vonden dat we als
ondernemers van dichtbij mee konden maken hoe die start van die Jan Haring race nou eigenlijk is. Gisterenmorgen was het even te druk en te hectisch. Een aantal ondernemers werken ook op zaterdagmorgen, vandaar dat de zondagmorgen daarvoor uitgekozen was. Robert van Duren met de Mark Express heeft direct vanuit dat initiatief wat er lag aangeboden dat het dan het handigste was om dit met de boot te doen. Dus vanuit de Mark Express is het aanbod geweest om vanmorgen met elkaar die kant op te varen. De organisatie van de Jan Haring race, de Hardzeildagen, die is aanwezig en die heeft nog petjes weggegeven ook. We hebben 2 muntjes gekregen voor een consumptie. De rest van de consumpties, dat mag je uit eigen bijdrage doen. Ik geloof dat er gereduceerde tarieven zijn, daar waar de toeristen... Oh nee, met belasting te maken. Wij betalen... Ja, ik moest hem toch even maken, zei Robert. Ja. Nee hoor, drankjes, na die 2 muntjes even je eigen drankje afrekenen is het prettigste voor iedereen. Dan hebben we het aanbod royaal ontvangen. Wij vinden het in ieder geval heel erg fijn dat we met jullie deze afspraak hebben kunnen maken. Nogmaals, voor meerdere jaren. We zijn ook heel erg blij voor de uitnodiging en de manier waarop dat geperfectioneerd is. Ik wil op voorhand, want we weten niet wat de start straks gaat brengen, maar een applausje voor deze mensen die daar een belangrijke bijdrage aan geleverd hebben. Dank u wel, dank u wel. We hebben natuurlijk ons Jan en Haring maatje dit jaar geïntroduceerd. En die kunt u vandaag ook nog even proeven. We hebben er ook een haringtje bij gedaan. Dus we hopen dat u zich vermaakt vandaag. Dank u wel. Is dat verwend worden of niet? Dank je wel. Graag gedaan. Robert, bedankt. Graag gedaan. Wil je nog even wat zeggen? Bedankt. Nou, even kort dan allemaal nogmaals namens de Mark en Express van harte welkom aan boord van de IJsselmeer. De ene oudste van onze vloot. De oudste ligt momenteel op Marken. Jullie zijn vandaag opgehaald in Monnikendam. Anders had ik jullie allemaal 50 cent toeristenbelasting moeten berekenen. Nou, inmiddels is dat wel bekend. Dus vandaar dat we uit Monnikendam dat doen. We gaan direct de start van 11:30 meemaken en de start om 11:15. Geniet ervan, maak lekker foto's. Wij cirkelen een beetje rond die startlijn heen. De muntjes was net al even toegelicht door Bas. Daarnaast, als jullie wat kopen, alle frisdranken, koffie, thee is €1,50. En alle sterke dranken en bier is €2,50. Dus dat zijn de aangepaste tarieven waar Bas het over had. Ik hoop dat jullie even genieten aan boord. We zijn omstreeks 12:30 terug. En dan komen we aan op dezelfde plek. Ik hoop dat jullie vanmiddag even genieten van de start van de Jan Haring reis. En ik wil eigenlijk het nieuwe bestuur wel heel erg bedanken dat ze naar me toe kwamen om te vragen of we dit ook weer konden doen. En ook dankzij de havenmeester en de medewerking hebben we het weer kunnen doen. Dankjewel voor de uitnodiging. Wij doen het graag. Veel plezier. En dat is wederzijds. Dankjewel. Hoi, wie ben jij? Nikki. En met wie ben jij mee vandaag? Met mijn vader. Met je vader. En wie is je vader? Kees. Oh, dat is die meneer. Vader, wie ben jij? Ik ben Kees Huibert. En wat brengt jou hier op deze boot? We zijn met de ondernemers, door de ondernemersvereniging uitgenodigd om mee te varen om de start van de Jan Haring race te aanschouwen. En is het voor jou de eerste keer of doe je dit, wordt dit vaker georganiseerd? Nou, we zijn vaker met de ondernemersvereniging mee, maar het is de eerste keer dat ik nu mee ben met de Jan Haring race. Dus het is wel een hele mooie ervaring? Ja, bijzonder en een mooie dag. Dus fantastisch. Kan niet mooier. Veel plezier allemaal. Dankjewel. Vertel eens, wie ben je? Gideon Roos. En net als Kees Huibers net al zei, met de ondernemersvereniging mee voor de start van de Jan Haring race. Ja, want jij bent een echte Monnikendammer, dus dit is al heel veel edities dat jij hebt meegedaan. Nee, eigenlijk met de Jan Haring race helemaal niet. En dit wordt voor de eerste keer georganiseerd, dus ook dit is de eerste keer. Nee, visroken, ik ken een hoop dingen, maar visroken niet helaas. Nee. Ieder zijn specialiteit, jij kan natuurlijk weer wat anders. Ja, vis eten kan ik heel goed. Ja, en dat is ook een heel belangrijk onderdeel van deze dag. Ja, precies. Nee, dat is ook inderdaad zo. Dus dat gaan we zo direct lekker doen. Wie ben jij? Ik ben Anke van Goor en ik woon in het Zuideinde. En ik heb 30 jaar een cadeauwinkel gehad in Monnikendam. En nu sinds een jaar of 8 herenmode van mijn schoonzoon. En dat is de Soet Ink winkel. En die mevrouw aan de overkant, die heeft haar winkel ook al meer dan 40 jaar in Monnikendam. Dus we zijn oude rotten hier. Dus dit is wel de fundering van het winkelbestand in Monnikendam, wat wij hier samen hebben. Ja, dat kunnen we wel zeggen, ja. Ja, en Hanneke van de Nimo, die ook al heel lang meegaat. Dus
Ja, wij hebben heel veel meegemaakt. Maar zo leuk als de vereniging nu is, de ondernemersvereniging, dat is echt geweldig. Want vroeger hadden we alleen de winkeliersvereniging. En dit is natuurlijk een samen met elkaar allemaal. En ik vind het heel leuk wat ze allemaal doen met de ondernemers. Ook dat je de mensen ontmoet. Iedere keer hebben we een leuke ontmoeting. En bezoeken we collega's. Ik vind het fantastisch. Dus de ondernemingsvereniging is veel actiever geworden ook? Ongelooflijk, ja. Want ik dacht, nou, ik hoef geen lid meer te worden, want ik ben al 30 jaar lid geweest. Maar ja, toen kwam die wijnroute en daar wilden we toch ook graag aan meedoen. Dus uiteindelijk toch maar weer lid geworden. Maar het is echt fantastisch. En hele enthousiaste mensen die dat allemaal doen. En vaar je zelf nu voor het eerst mee? Of heb je dit al heel veel gedaan in al die jaren dat je lid bent van de ondernemingsvereniging? Nee, we zijn vorig jaar, of van het voorjaar, nee, vorig jaar zijn we mee geweest ook. Ook met de ondernemersvereniging. Was enig. En de Dammers en Dijkers hebben het ook meegedaan. Ontzettend leuk. De buurtvereniging, die hebben ook een leuke tocht een keer gemaakt. Maar dit is ook weer een feestje vandaag. Ja, dat is het ook. En heb je wel meegevaren ook op platbodems in het verleden? Ja. Mijn zwager had er één, ja. En hoe gaat dat? Ja, heel hard. Gaat er hard aan toe. En dat was in Friesland hoor. Maar fantastisch. Heel leuk om te zien. Ja. Dan zitten we hier iets rechterop waarschijnlijk. Ja. En we hoeven niks te doen. Want dan moet je goed vasthouden hoor. Ja, dus geniet lekker van je koffie en van de reis. Dankjewel. Wie ben jij? Ja, ik ben Jules Adema. En ik zit bij de ondernemersvereniging omdat ik het anker heb op het prooien. Dat is een bedrijfje waar verschillende praktijken zijn van fysiotherapie, haptotherapie, coach. Nou, zo verschillende mensen die een praktijk hebben, die kunnen daar de ruimte gebruiken. Heb jij wel vaker gezeild? Ja, ik heb een zeilboot, dus ik zit heel veel op het water. En we vertrekken deze week ook weer voor 4 weken. Gewoon de hele zomer is zeilen. En dan kan je ons vast wel iets meer uitleggen over de race die straks gaat plaatsvinden, het startschot. Nou, dat hoop ik wel. Ik heb ook wel wat wedstrijd gezeild. Als meezeiler, niet met mijn eigen boot. Dus ik heb wel wat ervaring. Dus wat wil je weten over het startschot? Ja, hoe gaat het? We gaan straks starten. Voor mij zijn het allemaal boten die bij elkaar liggen. En hoe weet je hoe je moet varen? Wat is de bedoeling? Vertel eens, hoe verloopt zo'n race? Ja, nou, ze zetten een parcours uit met grote boeien. En ze starten bij over een startlijn en die wordt gevormd door een boei en het startschip. Het startschip dat geeft signalen, ik dacht 10 minuten voordat de race begint. En dat doen ze met een toeter en met een vlag. En dan weer 5 minuten voor de race begint. En daarna is het startschot. Je ziet dan de boten van tevoren zenuwachtig voor die lijn heen en weer varen. Ze mogen natuurlijk niet over de lijn voor het startschot gevallen is. En ze willen natuurlijk op het startschot over die lijn komen. Hè? Niet te laat, want dan zitten ze gewoon het beste. En wie zit er... wie ziet er het mooiste ten opzichte van de wind? Dus daar zijn ze allemaal mee bezig. Van tevoren zien ze dus heen en weer varen om te zoeken wat is het mooiste plekje. Hoe hard varen we op die lijn af? Ja, en dan het goede moment over die lijn zien te komen. En dan varen ze naar de... Meestal is het eerst een in de windse boei. Dus dan moeten ze, als het goed is, hoog aan de wind of laveren, als dat iets zegt. Een zeilschip kan nooit recht tegen de wind invaren. Maar kan wel met hoeken van... 45 graden. Nou, deze schepen misschien wat minder hoog, 50 graden. Dus die maken zo steeds een zigzagbeweging om dan bij die boei te komen. En dat is eigenlijk het leukste, want daarin kunnen ze elkaar de loef afsteken. Degene die met zijn zeil over bakboord vaart, heeft voorrang ten opzichte van degene die met zijn zeil over stuurboord. Dus bakboord is links, stuurboord is rechts. En het leuke is, dan wordt het gewoon heel hard roepen, bakboord, bakboord. En dan moet die andere moet uitwijken. Maar je moet altijd een botsing voorkomen. Dus je mag niet nooit doorgaan tot er een botsing is. Dan ben je allebei schuldig. Nee. Dus in tegenstelling tot op de weg is er... op de weg moet ik ook elke botsing voorkomen. Maar op het water is de regel is... bakboord of stuurboord wijkt voor bakboord. Net zoals op de weg. Rechts gaat voor. Maar stuurboord is met je zeil over stuurboord. Dus het ligt eraan waar die wind vandaan komt. Het kan zijn dat je van links komt en toch voorrang hebt. Als jij je zeil over stuurboord hebt. Over bakboord hebt. Maar het gaat dus om dat degene... Het gaat erom wie er wijkt. En niet van ik heb voorrang, maar het gaat erom wie er wijkt. Maar ja, in die wedstrijd dan willen ze wel heel hard roepen ik heb voorrang. Weet je hoe lang zo'n race ongeveer duurt?
Dat ligt natuurlijk van de wind af, hangt van de wind af. Want wat voor windkracht denk je dat het is nu? Nou, als ervaren sailster? Nou, ik hooguit een 2. Het is niet veel. Dus ik denk dat ze het parcours een beetje kort houden. Omdat de voorspelling natuurlijk niet zo goed is. Met die code oranje voor in de middag. Ja, je hoopt dat dat meevalt. Maar zo'n wedstrijdleiding zal niet willen dat al die schepen nog buiten zijn met code oranje. Dus ik denk dat ze een kort parcours maken. Zodat iedereen ook op tijd weer in de haven is. Dus het zal dan een parcours zijn van 11:30. Misschien maar van 2 uurtjes of zo. Verwacht ik. Maar hou me te goed hoor. En nou is er gisteren ook gevaren. Worden die punten bij elkaar opgeteld dan? Ja, dat neem ik aan van wel. Ik ben voor de rest niet zo betrokken bij de Jan Haring race. Maar dat wordt meestal wel opgeteld. En dan kijk je ja, wie je met elkaar de beste punten heeft. Wie ben jij? John Dekker. John Dekker, en wat brengt jou hier vandaag? Ja, met de ondernemersvereniging toch een dagje even genieten op het water. En de start van de Jan Haringrace meemaken. Nu is van dichtbij. Dat ook wel eens grappig. Nog nooit gedaan. Ja. En ben je ondernemer of heb je een winkel hier in Waterland? Nee, ik ben ondernemer, geen winkel. Mijn vrouw heeft winkels in Waterland en ik heb een interieurbouwbedrijf in Maarsen, maar woonachtig in Waterland, dus ook lid van de ondernemersvereniging. Ja, dus woonachtig in Waterland. Dus het is niet je eerste Jan Haring race wat je meemaakt? Nee, dit is niet de eerste Jan Haring race, maar wel de eerste keer op het water een echte start meemaken. En het is toch grappig om dat een keer te zien. Ja, dat is toch wel anders dan dat je langs de kant staat naar het paningroken te kijken. Ja, nou ja, weet je, Jan Haring race staat natuurlijk bol van lichte alcoholische versnaperingen. En om een keer echt mee te maken waar het om gaat, namelijk de zeilrace. Ja, is fantastisch en ik ben ervan overtuigd dat de licht alcoholische versnaperingen vanmiddag nog beter zullen smaken als andere jaren. Ja, dus er zit al wat in van dit weekend? Een beetje wel, ja. Ja, een beetje wel. Maar ja, dat hoort ook zo. Ja. Veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Heren, wie zijn jullie? Ik ben Hans Ruggebrink en ik mag vandaag meevaren. Ben je lid van de ondernemingsvereniging? Ik niet, maar mijn vrouw wel. Dus ik ben te gast. En is het ook je eerste ervaring met een Jan Haring race op water? Dit is mijn eerste ervaring, ja. Ja, dat klopt. En hoe bevalt het tot nu toe? De start moet nog beginnen. Nou, voor mij mag het zonnetje er eventjes doorheen komen. Want dat valt wel een beetje tegen zo. Ja. Ja, het is een beetje jammer inderdaad. Het is niet echt koud, maar toch een zonnetje erbij is wel heel welkom. Ja, maar voor de zeilers staat er een lekker windje. Ja, de wind neemt toe inderdaad. En wie bent u, meneer? Ik ben Henk Daan. Ik ben gepensioneerde havenmeester. Ik heb 10 jaar havenmeester geweest hier in Monnikendam. Dus ik ken een hoop schippers en mensen eromheen. En Rob, de eigenaar van de Mark Express. Daar ben ik ook door uitgenodigd. En nou, dat vond ik een eer om uitgenodigd te worden. Wat doet een havenmeester tijdens de Jan Haring race? Nou, het haven, ja, wat doet hij? Is die heel druk of is hij vooral vooraf heel druk? Nee, tijdens. En af en toe dorstig. Ja, maar dan zit je wel midden in het hele, alle festiviteiten. We doen alles onderling met de organisatie en dan weet hen wel wat over te vertellen. En lang hebben we het gedaan. 23 jaar. En de laatste jaren doe ik dus niet meer mee, maar de eerste jaren heb ik mijn steentje bijgedragen met zoveel mogelijk bijstand. Hè. Han, ik hoor dat jij het al heel lang doet en dat je heel veel hebt meegemaakt tijdens Jan Haring races. Wat is het leukste wat je in al die jaren hebt meegemaakt?
ja, alles, de totale, dat het goed gaat, de oprichting natuurlijk. Er zijn mensen overleden van inmiddels en geëmigreerd. Ik ben de langst zittende van dit hele spulletje. Hoe lang zit je? 22 jaar gedaan. En nu ben ik klaar. Nu heb ik het overgedragen aan anderen. En ook weer nieuwe ideeën moeten er komen. En ik ben de laatste van de oprichters, zeg maar, van het hele spul. Dus het is de eerste keer dat ik de stad meemaak. Daar was nooit tijd voor. Het is de eerste keer dat ik echt op het water ben. Dus nu weet je pas wat je al die jaren, ja, waar je mee bezig bent geweest? Ja, dat klopt. En hoe voelt dat? Ja, goed. Dit is helemaal top. Een beetje zon had er gemogen, maar dit is helemaal top. Al die schippers, ja, er zijn ook al inmiddels velen van overleden. De mensen die al heel lang meededen, die zijn er dan plotseling niet meer. Dat is gewoon, dat is wel jammer. Maar ja, ook weer nieuwe mensen. Dus, en de watersport die al 22 jaar, 23 jaar het watergeval doet. Want je moet ook het hele weekend op het water liggen, zoals hun hier. Die liggen daar voor anker het hele weekend. Hè? En die hebben eigenlijk ook niks natuurlijk. Die maken niks van de rest mee natuurlijk, wat op de wal allemaal gebeurt. Want weet je waar de schippers vandaan komen? Overal. We gingen de eerste jaren door heel Nederland in twee ploegen van vier. Wij gingen naar het noorden, de rest ging een beetje naar het midden. En dan deden we gewoon elke boot die we zagen liggen, wat op een platbodem leek. Daar werd een foldertje onder het dekzeil gestoken om klanten te krijgen natuurlijk. Want je hebt niet zomaar deelnemers, hè? Dat is heel ingewikkeld. En dat is in 20 jaar opgebouwd tot een bestand wat we nu hebben. Ja, want hoeveel deelnemers, weet je hoeveel deelnemers er dit jaar mee? 43, maar er zijn er ook al 60 geweest. Dat is net, dit is nu het begin van de vakantietijd. En dan heb je natuurlijk, ja, mensen zijn weg of die hebben al wat anders geboekt. Dat is verschillend. Het is tussen de 40 en de 60 schepen, 65 soms. En dan is het ook vol, hè. Meer kunnen we niet aan. En heb je veel schippers die elk jaar weer terugkomen? Ja, ik denk dat 50% van al de schippers die komen steeds weer terug. Ik sta hier met meneer Tolman. Meneer Tolman, kunt u iets vertellen? Nou ja, ik ben medeoprichter van de watersportvereniging Monnikendam geweest. En dat is nou zo'n 40 jaar geleden. En toen zijn wij begonnen met de Westwalbotterwedstrijden. Die werden dan hier gehouden langs de kust bij verschillende steden. Begon in Monnikendam, Marken en Volendam. Dat was de eerste wedstrijd. En daarna zijn we dus naar Enkhuizen geweest en Horend geweest. En langs de hele kust, Wieringen zelfs ook. Wieringen en Aken zijn er toen stiekem bijgekomen, want het was eigenlijk botterwedstrijden. Maar de Wieringen en Aken zijn toen ook geaccepteerd van de vereniging van de Wieringen en Aken. En het gevolg van wat er nu hier allemaal omheen geschiet, dat is toen ontstaan eigenlijk. En ik vind het fantastisch om er nu eens bij te wezen, om te kunnen zien wat er allemaal wel gebeurt hier. Is het de eerste keer dat u meevaart? Dit is de eerste keer dat ik hier aan boord meevaar, ja. Maar ik voer altijd zelf met mijn eigen boot rond. U deed mee in de wedstrijd zelf? Nee, ik was op het wedstrijdschip en met het startschip altijd aanwezig. Bent u bij alle edities, bent u overal bij geweest? Nou, dat heb ik dus 15 jaar volgehouden en toen ben ik daar mee gestopt. Op mijn 60ste, toen mocht ik met pensioen gaan, toen ben ik gaan varen met een ander schip. Van Monnikendam naar Engeland naar Gibraltar en van Gibraltar weer naar Zweden. En hebben dus 20 jaar heb ik zo mogen varen. Het is inmiddels... Ik ben nu 87 en dus met mijn 85ste ben ik gestopt met varen en heb ik mijn bootje verkocht. En het zijn natuurlijk oude boten. Is er toch in de loop der tijd het een en ander veranderd ten aanzien van het begin? Nou, er is niet zoveel veranderd. Het is alleen maar opbouwend geweest. En al die oude schepen die dus in de vaart gehouden worden door liefhebbers daarvan. En dat is een gevolg van wat we toen eigenlijk begonnen zijn. En daar ben ik toch wel een beetje trots op.
Dus de race op zich is niet echt heel veel veranderd in de loop der jaren? Hoe zegt u? De race op zich is niet heel veel veranderd in de loop der jaren. Nou ja, het is wel veranderd. Het was meer primitiever vroeger dan dat het nu is. Goed, dank u wel. Geniet er heerlijk van. Dank u wel. Hoi, wie ben jij? Hallo, ik ben Chris Oosting. Chris, en hoe heet je zoon? Dit is Matt. Hoi, Matt. Het is zeker Matt's eerste keer, denk ik zo. En voor jou? Ja, dit is voor mij ook de eerste keer. Erg leuke ervaring om de start mee te mogen maken. Ben je ondernemer? Ja, wij zijn hier op uitnodiging van de ondernemersvereniging. En ik ben ondernemer, ik ben makelaar in Monnikendam. En ja, ik vind het leuk dat dit wordt georganiseerd. Ja, want heb jij iets met zeilen en met watersport? Eigenlijk helemaal niks. Daarom vind ik het zo leuk dat ik hier nu bij aanwezig ben. Dus we hebben die uitnodiging direct met beide handen aangepakt. En ja, leuk tot nu toe. Ja, heel leuk inderdaad. En, ja, en heb je ook nog iets meegekregen van de overige dagen aan wal? Gisteren heb ik helaas moeten passen. Sorry Chris, je moet een vader maken. Nou, ja. Die hij hoort erbij. Wat is dat? Jan Haring race heeft een eigen drankje en dat is het haringmaatje. Ja, en die hoort erbij als hij gefilmd wordt. Nou, proost. We gaan eventjes horen hoe die smaakt. Ik moet zeggen, hij smaakt goed. Oh, je hebt... Hij tintelt, ja, ik heb hem al even genipt. Hij ontsmet goed? Ja, ook dat. Maar je vroeg, om terug te komen op je vraag. Dit weekend gestart op vrijdagavond. Dat was super gezellig. Leuk op de Middendam. Veel mensen gezien, gesproken. Iedereen een goede sfeer. Dus top. Hoop dat we dat vandaag voort kunnen zetten. Ja, want wat was er vrijdagavond? Was er nog een speciaal programma aan wal? Nou, de horeca had genoeg, denk ik, georganiseerd. En je komt heel veel bekende gezichten tegen en dat maakt het gewoon heel gezellig. Ja, iedereen was gewoon, gewoon lekker in een goede sfeer. Ja, het was ook prachtig weer natuurlijk vrijdag. Ja, vrijdag was het top. Was wel een beetje dorstig weer. Geniet ervan, proost! Ja, dankjewel. Goed weekend. Hij ruikt lekker. Hoi, wie ben jij? Hi, ik ben Ronald. Ronald, en waarom vaar je vandaag mee? Ik ben namens de Jan Haring Race gevraagd, want ik ben ook een sponsortje. Ja, want wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben goudsmid. Goudsmid, oké. Van welke winkel ben je? Ik heb geen winkel, ik heb alleen een atelier. En ik ben van Karabas Goudsmeden. Oké, dus je bent heel creatief? Ja, best wel een beetje. Ja. En hoe vind je het om mee te varen vandaag? Geweldig. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik vooral ook omdat een beetje de uitleg van Rob erbij was. En normaal gesproken zie je slingen in de haven liggen.
En nu, ja, het is echt een evenementje nu. Ja, ja, want het ziet er inderdaad wel heel anders uit vanaf de wal dan dat je hier te midden van alle boten vaart. Ja, geweldig. En we hebben natuurlijk fantastisch weer ook. Dus lekker, de temperatuur is goed. Met een spittertje, maar voor de rest is het echt top. Ja, ja.